In dit filmpje leg ik je uit hoe je een prioriteitsfunctie kan programmeren. En ik kijk naar mijn schakelactor en zoek waar ik in een van mijn kanalen een prioriteitsfunctie kan integreren. En ik kijk naar channel A en ik vind bij higher priority function vind ik de optie priority. En hier komt dan een extra informatieblok priority bij. Met bijhorende informatie wat er moet gebeuren als de bus terugkomt. Dus dit laat ik standaard staan. En ik weet dat een priority of prioriteitsobject een 2-bits object is. En wat is dus de bedoeling? Dat ik met een drukknop prioritair channel A kan bedienen aan en uitschakelen, terwijl er andere drukknoppen ook zijn die datzelfde kanaal kunnen bedienen. Maar wat er dan ook gebeurt als ik prioritair dit wil aanschakelen, dan ongeacht wat er met de andere drukknoppen gebeurt, wil ik dat er met kanaal A aan of uit schakelen, dat gebeurt wat ik wil prioritair. Dus ik moet nu kiezen welke drukknop ik als prioritair ga kiezen. Dus ik neem bijvoorbeeld deze system drukknop en ik kies voor upper left push button. Ik kijk bij de function, vind ik hier iets terug van prioriteit. Dus als ik niet direct dezelfde naam terugvind, priority, maar ik zie deze toch staan, kijk ik op basis van het aantal bits. Dus ik zie 2 bits, ik heb dit sowieso nodig, dus ik kies het 2 bits signaal. En wat gebeurt er? Dus als ik een 2 bits signaal kan kiezen, uiteindelijk deze functie is nog altijd 1 bit, 2 bit en een byte. Dus ik moet nog bepalen wat ik precies wil. En ik zie dat in deze functie een object A kan verstuurd worden. Object A wordt blijkbaar getoppeld. En in dit geval is dit 2 bits. Maar dit kan ook evengoed een 1 bit of een byte geweest zijn. En aan object A zijn nog eens 2 waarden gekoppeld. En dus afhankelijk van ik wil, zullen deze 2 waarden verstuurd worden. Wanneer worden de waarden 1 en 2 verstuurd? Dus ik kijk bij Action on Operation, object A, toggles. Toggles between waarde 1 en 2. Ik kan ook kiezen voor send value 1 of send value 2, maar dan is het een van deze 2 waarden. Dus ik wil bijvoorbeeld dat hij toggelt. En waarover gaat het? Het gaat over een 2-bits object dat hij toggelt. En als ik dus eenmaal druk, dan switch ik om. Schakel ik dus de lamp aan met prioriteit. Dus ik stuur eigenlijk binair 1-1. Als ik nogmaals druk, dan verwijder ik de prioriteit en kan iemand anders terug de lamp bedienen met een 0-0 te versturen. Wat ik nog kan kiezen, dus dezezelfde drukknop, kan eigenlijk nog eens een object B versturen. 1 bit, 2 bit of byte. Ik kan kiezen en ik kan dus kiezen wat er bijvoorbeeld gebeurt bij Action on Release. Kan ik iets kiezen met B bijvoorbeeld. Maar in mijn geval is dat nu niet van toepassing, maar je ziet dat hier met deze drukknop heel veel mogelijkheden zijn. Dus ik heb gekozen voor de function 2 bits te versturen, te toggelen between switch on en remove. Ik zou dus ook kunnen kiezen hebben bijvoorbeeld action on operation, object A, bij release dat object B. Dus remove priority gebeurt, dat kan ik ook allemaal kiezen. Dus het maakt niet uit. Of ik kan de remove priority in een andere drukknop programmeren. Dus daar kan ik mee spelen. Het belangrijkste is dat je weet dat je dus met andere woorden een 2-bits object hebt gecreëerd. En dat bevindt zich hier. En dat 2-bits object heb ik nodig om mijn prioriteitsfunctie te programmeren. Dus in elk geval maak ik dan een extra middengroep en een subgroep lamp A. Dus ik weet dat ik lamp A ook al kan schakelen. Hier gebeurt al van alles, dus dat is prima. En hier bij lamp A zet ik dan nog eens de prioriteit. De drukknop waarmee ik lamp A wil aanschakelen. En uiteraard het 2-bits object van mijn actor. Dit is het priority object van kanaal A. En dat sleep ik hierbij. Dus 2-bits gaan bij elkaar horen. Dus merk ook op, in deze drukknop is het zo dat bij higher priority function, dus ik moet kiezen ofwel logic operation ofwel priority. Dus het is één van de twee die ik ga kiezen. En op deze manier zie je hoe je een prioriteitsfunctie kan schakelen.